In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergeijk. Radio Bergeijk. Radio Bergeijk. Het radiostation voor Bergeijk. Radio Bergeijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergeijk. Ik heb er echt zin in, want Nou, gewoon, ik heb er echt zin in. En dus, ik heb er gewoon echt zin in. Want dat komt omdat ik er zin in heb. Kortom, we hebben er zin in. Ik hoop dat u er thuis ook zin in heeft. Want ik heb er zin in. En ik hoop dat Peer er ook zin in heeft. Maar die is nu niet hier. Die zit dan waarschijnlijk thuis er zin in te hebben. Dat maakt mij niet uit. Maar we hebben er zin in. Is dat nou wel zo? Is dat nou wel zo? Is dat echt zo? In het kader van de rubriek Is dat nou wel zo? Gaan we even bellen met Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant Kampai. Want we willen even weten of het menu zoals het nu gemeld wordt in de Eikelberg, of het ook inderdaad klopt. Tijdje, heb ik Kampai aan de telefoon? Hallo? Hallo? Ja. Chinees-Indisch Kampai? Ja, zeg het maar, is allemaal bij. Nee, ik wil controleren in het kader van de rubriek Is dat nou wel zo? Of het afvalmenu B voor twee personen deze week inderdaad is Babi Panger. Wat hebben we? Eén Babi Panger? Nee, Indisch vlees. Indisch vlees. Een mini lumpia's. Mini lumpia's allemaal bij? Nee, geen sambal bij. Fooyong hai. Fooyong hai. Kipfilet met asperges. Kipfilet met asperges. Saté, twee stuks. Saté, twee stuks. Kroepie. Kroephoek bedoel ik. Kroepie? Nee. Het is kroephoek. Ja. Nasi. Nasi sambal bij? Nee. Oh. Kampijsoep. Kampijsoep. Runderhaas met pikante saus. Oh, wacht even, moet even mijn pen eens op. Zo, ja. Ja? En ijs met slagroom of koffie? Ja, wel, slagroom of koffie? Nee, de vraag is of dat klopt. De slagroom is geklopt, ja. Nee. Ach, stik er ook in met je. Hang maar op, tijdje. Volkswijsheden. Bergeijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk. Voor het volk. Opa zei altijd, zelfs de allerleukste reis begint met de eerste stap. Einde Bergeijkse volkswijsheid. Toon Sporenberg. Er zit muziek in onze studio. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ja, dames en heren. U zult denken, wat hoor ik nou op de achtergrond? Zult u denken, wat u nou hoort. En dat was een heuse gitaar. Want bij mij aan tafel is een duo aangeschoven. Die zeer heftig aan de weg aan het timmeren zijn op het muzikale front. Ze treden op onder de naam duo Kaiband. Misschien even... Zonder duo erbij, joh. Oh, Kaiband. Kaiband. Dus. Kaiband. Ja, Kaiband. En misschien even voor de luisteraars thuis. Wat betekent Kaiband? Kaiband is eigenlijk een Tilburgse woord. Ja. Tilburgse omstreken. En ja. Dat betekent stoeprand. Oh, ja. Oh, dat is wel leuk. Kaiband. Ja. Nou, aan tafel zitten dus Mariska Veugelers en voormalig DJ Dino. Ja. En die hebben dus de krachten gebundeld en treden op met allerlei soorten muziek. Maar, en daar gaat het om bij dit duo, zij willen heel graag het Brabantse gevoel in die muziek leggen. Heb ik het zo goed geformuleerd? Ja. Want waarom is dat? Wat is voor jullie het Brabantse gevoel? Ja, dat is in een paar woorden te zeggen. Dat gaat over warmte, dat gaat over diepte, dat gaat over gezelligheid en dat gaat over met elkaar. Ja. Toch? Ik denk wel. Ja, dat zit erin. Maar het is ook gewoon goede popmuziek die we gaan maken. Goede muziek. Ja, dat willen we combineren. Ja, geen slechte muziek. Geen slechte muziek. Goede muziek en met goede mensen. Jullie trekken echt de grens zo van, nou, daar heb je goede muziek. Slechte muziek en slechte muziek. Maar dan kiezen wij voor de goede muziek. Ja. Jullie kiezen voor de goede muziek. Absoluut. Ja. Dat was de reden waarom wij kwamen elkaar tegen. Hadden we zoiets van, we willen goede muziek maken. Ja. Goede muziek. Slechte muziek kan je altijd nog doen.
Precies. Daar maar is, wij is zijn nu toe aan goede muziek. En ja, de mensen zijn er ook de mensen, toe. Ja, daar is het. Ja. Daar is het. Het wordt goede muziek. Gecombineerd met het Brabantse gevoel. Ja. En hebben jullie daar al mee opgetreden? Of zijn jullie in de aanloopfase? Of, we zijn misschien wel aardig om te vertellen hoe jullie elkaar getroffen hebben. Want jij was eerst DJ. Ja, DJ Dino. Ja. Bekend in Tilburg en omstreken. Zeker, veel. Jij draaide minimaal 3-4 keer per jaar op bruiloften. En op de braderie elk jaar. Feesten gewoon bij mensen thuis. Ja. Verjaardagspartijtjes. Ja. Ja. Ik heb ook een keer in Loretta Marop ook een... Ja. Zo. Dat was gelijk internationaal. Dat was gelijk internationaal. Het is heel leuk om dat een keer mee te maken in ieder geval. Ja, jij trad ook wel al op met gitaar. Ja. En, maar dat deed je alleen en dat beviel niet meer. Nee, nee. Ik trad alleen op. Maar toen ben ik met de gitaar ben ik op een gegeven moment de studio ingegaan. Oh. En toen ben ik daar heel lang bezig geweest. Ja. Hoe lang? Ik heb... Terwijl 2 maanden ben ik in de studio geweest. En heb je 1 nummer opgenomen? Nee, nog niet eens. Ik heb daar verschillende mensen bij gehad. Ik heb... Will Stewart erbij gehad. Dat is een bassist die heeft ook nog met Prins gewerkt. Ja, jezus. Ik heb nog een gitarist van de een geweest gitarist van de Bengals. Die is heel kort bij de Bengals geweest. Hoe lang is ze bij de Bengals geweest? Ik denk zo'n 6 weken. Ja. Toen een van de. Toen die gitariste. Hoe heet ze ook weer? Weet ik niet meer. Maar die was toen zwanger. Ja. En verder heb ik nog met die. Die jongen van Kajak, je hebt toch al mee gewerkt? Ja, ja. En nou, er zijn er een heel veel langs geweest. Maar dat lukte allemaal niet. Want dat klikte niet. Nee. En toen, na die 2 maanden in de studio, toen ben ik... Jij zat toen 16 uur per dag in die studio. Nou, minstens. Daar kunnen we misschien een klein stukje van laten horen, Tedje. Er zijn toen 5 maten opgenomen. Die heb jij op een cassette meegenomen. Tedje, draai even die 5 maten die Mariska Veugels destijds in Tilburg, was het in de studio? Ja. Erop heeft gekwakt. Yesterday, all my troubles, oh, I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, in yesterday, in yeah. Nou, dat klonk toch voor de eerste 5 maten heel veelbelovend. Ja, ja. Nou, maar toen was het geld op. Ja, het was het geld op. Ja, je kan niet ongestraft 2 maanden in zo'n studio gaan zitten. Kost wel geld. Ja. Maar toen dacht ik... Toen dacht ik, wat moet ik? En ik dacht, ik moet een hele andere kant op. Toen ben ik Dino tegengekomen. Ja. En, toen ben ik met hem in gesprek geraakt. Oh. En toen zijn we samen zijn we naar zijn huis gegaan. Hebben we de hele avond hebben zitten zingen. Ja. En muziek maken. Ik dacht, dit is het. Ja, dacht jij dat ook, Dino? Nou, ik had er al een keer... Ik was zelf ook in de studio bezig. In een andere studio aan de buurt. Ja. En ik had al een paar keer dingen opgevangen. Ik denk, dat is bijzonder. Dat is bijzonder dat ik hier hoor. Vooral omdat ik inderdaad iets voelde. Dat het goede muziek kon worden. Ja, het was het toen nog niet. Zo werd beïnvloed door al die mensen die dan allemaal iets erover willen zeggen. Ja. En ik dacht... Ik hoorde het maar van ver. Ik dacht, zij moet zelf juist doorgaan. Ja. Niet die andere mensen dingen laten zeggen wat ze moest doen. Nee. Dus toen we elkaar tegenkwamen en wij eigenlijk weinig woorden nodig hadden. Op het moment dat zij met die gitaar begon en een stukje liet horen. Ja. Was het ook ineens klik. Klik. Ja. Absoluut klik. 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 Maar, goed klik. Ja. Wij Brabanders gaan. Ja. Ja. Goede muziek en Dino heeft me zelfvertrouwen gegeven. Ja. En ik ben als een speer ben ik toen vooruit gegaan. Ja. Je zal het willen geloven of niet, maar we zijn nu met een cd bezig. Ja. We zijn met een tournee bezig. Als een tiet. Ja. Dat was ook het enige wat ze nodig had.
zelfvertrouwen. Ja. En daar hoorde ik meteen. Ja. Ik denk, dat is het enige. Ja. Nou, dan is het misschien nu tijd dat jullie eens eventjes laten horen wat Kai Band allemaal vermag. Nou, ik moet zeggen, we konden natuurlijk niet alle dingen meenemen die in onze repetitieruimte staan. Nee. We hebben echt alleen de gitaar meegenomen. Maar je moet je voor het gevoel. Voor het gaat echt voor het idee. Doe je op Kai Band? Oh, sorry. Ja, moet je dus bij voorstellen dat er meer muziek onder zit. Dat het, weet je wel, dit is gewoon improviseren. Dit is gewoon om even het gevoel te pakken. Tuurlijk. Mariska Veugelers en voormalig DJ Dino. Met een van hun goede muzieknummers. Doordrenkt van Brabant. Het gaat over gisteren. Excuus. Yesterday. All my troubles seem so far away. All my troubles seem so far away. Yeah. Yesterday. Suddenly. There's a shadow, hanging over me. Oh yeah. Oh yeah. Oh yesterday. Oh yesterday. Came suddenly. Als jullie nou eens eventjes als sodemieter hier de studio verlieten. Want ik heb veel ellende gehoord in mijn leven. Echt waar. Voor een niet gering gedeelte door mezelf voortgebracht. Maar het is echt niet om te harden dit, hè? Voel je het echt? Het kan echt niet, hoor. Nou, maar het is een begin, hè? Het is gewoon kijk, je maakt ergens een start met een hele goede inzet. Ja. En je laat gewoon het groeien. En het gaat ook zeker groeien. Ja, maar het groeit als een kankergezwel, hè? Er is ook geen Brabants gevoel wat eruit voorkomt. Dan komt de dood uit. Dood. Klinkt als dood. Dood is ook leven. Dood heeft ook heel erg met leven te maken. Dus je probeert alles daarin te leggen. Ja, maar ik wil het niet horen. Hoe heb jij de eerste opname van Prins wel eens gehoord? Toen Prins begon. Welke Prins? Prins. Prins. Slave for You. Huh? Welke Prins? Prins. Gewoon Prins. Ja, die nou Tafkas heet of weet ik veel. Gatkas. Vaktas. Nou, ik heb geen idee waar je het over hebt. Nou ja, Prins gewoon. En heel veel hele grote artiesten die hebben gewoon toen ze begonnen zijn, zijn ze heel erg aan het experimenteren geslagen. En dat materiaal wordt later pas vaak... Ja, en er wordt later voor heel veel geld verkocht. Ja, maar dan zie je pas in wat de betekenis is geweest in het creatieve proces. Nou, en wij willen dat gewoon openbaar houden. Ja. Wij willen dat niet wegstoppen. Ja, maar dit is geen creatief proces, hè? Dit is een creatief proces. Volgens mij heb je nooit meegemaakt wat er echt is. We kunnen het ook meteen heel glad gaan maken. Dat kunnen we makkelijk hoor, maar dat doen we niet. Dus niks is zo makkelijk om het allemaal jullie kunnen niet samen zingen. Het is vals. Je speelt piano als een natte krant. Ken je Björk? Gitaar als een natte krant. Björk, ooit van gehoord? Björk. Ja, IJslandse zangeres. Heel experimenteel. Ja. De top. Ja, die zal jij ook wel vals vinden. Die is IJslands. Wij zijn Brabants. Dus wij proberen Björk op zijn Brabants. Ja. Dat is het eigenlijk. Nou, die mag voor mij dan dood, die Björk. Want als dit proces de hele dag creatief aan de gang is... Nee, is ook heel zwaar. Dan zou ik mezelf lang opgeknoopt hebben. Radio Bergeijk. Nou, we gaan ergens iets drinken, want ik heb het nou wel verdiend, vind ik. Jongen, jongens, maar hang die gitaar in de wilde, alsjeblieft. Wat een ellende. Wat een troep. Geef hem die demo even. Nee, ik hoef die demo niet. Ik heb hem niet bij me, die demo. Demo niet bij? Nee. Stomme zeg. En die kaart is ook niet voor de luisteraar kunt geven. Die demo was leuk geweest. Ja, die was ook. Nou, jongens, ik ga zuipen. Even kijken maar. Sluit de boel maar af. Tijdje, jij sluit alle af, hè? Ik stel als jij die demo had. Ja, doe ik zo. De kaart voor de dingetje. Misschien kun je die demo nog opsturen. Ja, doe maar. Ja. Dan zeg maar niks meer. Want hij of via de computer gewoon door. Je kan ook via de computer kan je ook gewoon... ja, e-mailen. Kan je een demo e-mailen. Zal ik dan e-mailen? Ik moet zo'n mailadres nog even vragen. Radio Bergeijk.